Dames en heren, de opdracht van deze universiteit en bij uitbreiding van alle universiteiten is natuurlijk erg omvattend. En we hebben een traditie om die omvattendheid uit te drukken in missies, waarbij onderwijs en onderzoek evident erg belangrijke opdrachten zijn, maar niet de enige. Naast onderzoek en onderwijs wordt in toenemende mate, en we vatten dat in de derde missie, van de universiteit verwacht dat ze een bijdrage levert aan duurzame maatschappelijke ontwikkeling. En in Vlaanderen hebben we dat geleidelijk aan omschreven in termen van maatschappelijke dienstverlening. Maar ik vind dat eigenlijk een term die niet echt eer doet aan het heel diepe maatschappelijke engagement en de inzet voor een betere samenleving die in die derde missie toch altijd besloten ligt. En het gaat daarbij evident om het werken aan een meer menslievende, meer duurzame, een rechtvaardige samenleving, waarbij van de universiteit evident ook verwacht wordt dat die de grote waarden van de rechtsstaat en van de democratie mee behartigt en beschermt. Het opneemt voor de meest kwetsbaren in de maatschappij, bijdraagt aan culturele ontwikkeling, bewindsmakers, beleidsmakers wijst op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en wat die betekenen in Noord en Zuid. En heel wat van die derde missie zit eigenlijk vervat in onze toch wel erg rijke opdrachtverklaring van deze universiteit, waar het gaat over de debatcultuur en over academische vorming geworteld in wetenschappelijk onderzoek als een echte kernopdracht, waar interdisciplinariteit heel hoog in het vaandel gedragen wordt. Een opdrachtverklaring die, en dat dreigen we soms wel eens te vergeten, al hoop ik dat dat niet het geval is, een opdrachtverklaring die ons eigenlijk erop wijst dat we in al wat we doen excellentie moeten nastreven. Maar ook een verklaring die het heeft over onze wortels in een christelijk mens- en wereldbeeld. En van daaruit komt dan, en dat zal mijn klemtoon zijn, die bijzondere zorg voor individuen, groepen in kwetsbare posities. Beste collega's, we werken met ons allen, denk ik, dag in dag uit, bijzonder hard, zonder dat we er echt bij stilstaan aan de verwerkelijking van die opdrachtverklaring. We doen dan misschien nog het meest zichtbaar in ons universitair ziekenhuis, waar zoveel zorgverleners dag in dag uit patiënten bijstaan in hun ziekte en in hun kwetsbaarheid. Een topreferentiecentrum dat zijn gelijke niet kent in België. We doen dat op een prachtige manier, denk ik, als economische motor voor Vlaanderen en voor België en Europa en daarbuiten. Een innovatiemotor die, en meneer de burgemeester, vergeef mij het kapen van de term, maar die lang niet alleen Leuven en omstreken omtovert tot een mindgate, maar eigenlijk heel Vlaanderen. We doen dat in ons onderzoek en de valorisatie ervan. En ook onze schenkers begrijpen dat, en ik wil hen verwelkomen op deze opening. Ook onze schenkers begrijpen bijzonder goed dat schenken aan de KU Leuven betekent schenken aan excellent onderzoek en weten op dat moment dat excellent onderzoek bijdraagt aan het creëren van kansen. En we doen dat net zo goed in ons academisch onderwijs. Het volstaat om te wijzen en de omgeving rondom ons, de samenleving rondom ons, is dat te evident gaan vinden. Maar het volstaat om te wijzen op het rijk empirisch internationaal onderzoek over de effecten van deelname aan hoger onderwijs. En dat gaat van actiever burgerschap tot meer maatschappelijk engagement, meer gezondheid, betere gezondheid, meer welzijn, tot lagere criminaliteitscijfers, tot een hogere cultuurparticipatie. En het zijn baten die evident toekomen aan degenen die deelnemen aan hoger onderwijs, maar dat ook ver overstijgen en maatschappijbreed voelbaar zijn. En als u dat allemaal oplijst, dan zal u zeggen, god, dat staat toch wel mooi op punt aan die KU Leuven. In termen van bijdrage, impact, innovatie en de vormgeving daarvan. Dat is zo. Maar ik wil u tegelijkertijd ook wel uitdagen met enkele vragen. Leveren wij voldoende in samenwerking met een geëngageerde samenleving bij aan die positie van kwetsbare individuen en groepen in de samenleving? Werken wij voldoende voor
samen met en vanuit die mensen in kwetsbare posities. Betrekken wij, en dat vind ik een erg belangrijke, en dat zal mijn echte klemtoon zijn in deze speech, betrekken we daar voldoende onze studenten bij? En wat met onze medewerkers, onze personeelsleden? Kijk, dames en heren, ik zou van dit academiejaar graag het jaar maken van KU Leuven Engage. En KU Leuven Engage is een poging om die vragen te beantwoorden en meer van onze werking in te zetten om engagement te tonen voor, samen met en vanuit die individuen en groepen in kwetsbare posities. En ik neem u, om dat heel kort toe te lichten, graag even mee naar 2013. Ik was op dat moment een toch wel wat ander leven, decaan van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, en ik kreeg op een blauwe maandag bezoek van Laurens de Poorter, toen nog een jonge student, burgerlijk ingenieur, die mij vroeg en uitnodigde om een sparringpartner te worden in zijn ambitie. En eigenlijk ook geld kwam vragen. En die ambitie verwoordde hij in termen van, kijk, ik wil iets doen dat eigenlijk wat gelijkt op wat jullie universitaire ontwikkelingssamenwerking noemen. Ik zou eigenlijk heel graag samen met NGO's uit het noorden projecten opzetten in het zuiden. En daar rond dan interdisciplinaire teams van studenten van de KU Leuven samenbrengen om een verschil te maken, engagement te tonen. En hij had mij mee. En enkele weken later werd Academics for Development boven de doopvont gehouden en hij werd op erg jonge leeftijd nog daar de geestelijke vader van. En vandaag is Academics for Development uitgewaaierd in eerste instantie naar Louvain-la-Neuve. Welkom, Vincent. En nadien naar Gent en Antwerpen. Ook dat moet kunnen. En intussen Utrecht en Montreal en Stellenbosch. En dat netwerk breidt verder uit. En ik nodig u uit om op een moment, als u even de tijd heeft, eens te kijken naar de activiteitenportefeuille van Academics for Development. Nu weet u waar AFD voor staat. Mocht u misleid zijn. Het gaat om behoorlijk wat, hoor. Het gaat om het werken rond vrouwenrechten in koffiebonencoöperatieven, koffiecoöperatieven in Oeganda. Het werken rond fotografie in Jamaica. Om eigenlijk als een vorm van niet-agressieve activisme in die samenleving. Om waterturbines gemaakt voor kleine waterlopen die in Zuid-Amerika ingeschakeld worden voor energieproductie. Tot honingraten op maat van de kleinere Afrikaanse bij, om daar ook boeren verder aan zet te brengen. En voor mij is na 7 jaar ervaring met Academics for Development eigenlijk AFD uitgegroeid tot een schoolvoorbeeld van waar KU Leuven Engage mag voor staan. Engagement voor en samen met die samenleving, voor, samen met en vanuit die kwetsbare groepen, voor en door studenten. En dit is niets nieuws. Want AFD is er al een tijdje, maar Pangaea ook en Lumos, UZ Leuven eveneens. En de Green Office en Pati Pati. En we hebben Studenten voor Solidariteit. We hebben het heel rijke vrijwilligerswerk van het Student Career Center. We hebben iCare onder de auspiciën van onze universitaire parochie onder meer. We hebben zoveel. Dat staat op punt. En ook in onze curricula hebben we een ongelooflijk traject afgelegd. En we vatten dat onder de noemer van Service Learning. Leren doorheen maatschappelijk engagement, om er nadien diepgaand ook over te reflecteren en dat duurzaam te maken, die ervaring. En ik geef u graag enkele voorbeelden, want wij hebben intussen 25 van die trajecten lopen in vele van onze opleidingen. Maar denk aan studenten sinologie die een jaar naar China gaan, daar aan de slag gaan rond migrantenkinderen, rond vrouwenrechten, om wellicht op een onwaarschijnlijk diepe manier kennis te leren maken met die samenleving. Denk aan studenten geschiedenis die hier in ons land aan de slag gaan met daklozen, met vluchtelingen en op die manier eigenlijk leren om heel complexe sociale problemen, erg complexe sociale problemen, in hun actuele en historische context te plaatsen, maar ook een stem geven aan die groepen. Denk aan studenten farmaceutische wetenschappen die een rol opnemen in de zorgsector. Denk aan criminologen en theologen die samen met gedetineerden in de gevangenis zelf reflecteren, nadenken over begrippen zoals schuld en concepten zoals detentie en de alternatieven ervoor. En ik doe oneer aan alle andere opleidingen en studentengroepen die ik nu niet vermeld, maar u heeft het centrale idee ongetwijfeld mee. En ik
ben limitatief, ik sluit heel veel uit in mijn opsomming. Je kan datzelfde engagement natuurlijk zien. U heeft Klaas hier gehoord bij onze studentenvertegenwoordigers, die zoveel studenten hun belangen vertegenwoordigen in zoveel organen. En denk bij uitbreiding aan studentondernemerschap. KU Leuven Kik, wat we zien in de Product Innovation Projects, als studenten daar uitgedaagd worden om te zoeken naar oplossingen voor patiënten met die lijden aan extreme tremor, dan doen wij niet alleen beroep op hun intellect, maar ook op hun hart. Het hoofd, het hart en de handen komen samen in veel van die vormen van diep maatschappelijk engagement. En ik geef u een proefje. Mag ik het dan gewoon geven, hè? Ja, je mocht het zo naar zijn mond brengen. Ik ben Sarah, ik ben studenten farmacie en werken met mensen met een beperking is een van mijn praktijkvakken. Voilà, hè. Weer goed gedronken. Studenten die zich engageren voor, samen met en vanuit de samenleving, daar staat KU Leuven Engage voor. KU Leuven Engage bevordert verschillende vormen van engagement, vrijwilligerswerk, duurzaamheid, Noord-Zuidwerking en onder meer ook service learning. Service learning is een onderwijsmethode waarbij studenten zich engageren in de maatschappij, daarover reflecteren en leren op persoonlijk, academisch en maatschappelijk vak. En waar dans je het liefst op? Van alles. Van alles. Ik ken dus van K3. K3 en Piet Piraat. Een mooi voorbeeld zijn studenten farmacie, die niet alleen met scheikundige producten bezig zijn, maar ook naar een centrum voor mensen met beperkingen gaan en daar ontmoeten en ook hun eigen kwetsbaarheid en hun eigen beperkingen leren ontdekken. Waar is de meneer? Voor ons. Waarom? Om ons te filmen. Waar is Sarah nu? Sarah is aan het wandelen. Naar waar? Naar de fiets. Ik vind het eigenlijk deze ervaring zeker een meerwaarde. Ik ben nogal een verlegen persoon. Door nieuwe confrontaties telkens aan te gaan, helpt mij dat wel om sneller mezelf te zijn. Ook wederkerigheid is heel belangrijk. Theologen en criminologen gaan wekelijks naar de gevangenis om daar een college te volgen, samen met andere studenten, gedetineerden. En ze wisselen uit over wat een rechtvaardige gevangenisstraf zou kunnen zijn. Het is gewoon verkeerd om iemand te beoordelen voor dingen die hij nog niet heeft gedaan of iemand die hij misschien nooit zou doen. Om op die manier zeggen van jou, van je langer vasthouden voor het geval dat je iets zou doen. Je hebt gewoon een gigantische factor van onzekerheid. Je doet iets, je komt bij de rechter en je krijgt 15 jaar, maar je hebt eigenlijk geen flauw idee op dat moment hoe lang dat je gaat moeten zitten. Er zijn nu al meer dan 25 service learning vakken, waarbij dus niet de aula, maar de maatschappij centraal staat. En dat groeit alleen maar aan. Er zijn ook archeologen die in buurtcentra archeologie gaan uitleggen. En er zijn ook internationale projecten in het zuiden, in Vietnam en in China. Dat zijn slechts een aantal voorbeelden van waar KU Leuven Engage voor staat. En wij hopen dat studenten niet alleen met hun hoofd bezig zijn aan de universiteit, maar ook met hun handen en met hun hart. U ziet het initiatief genoeg, ook op dit moment al, bijzonder veel engagement. En ik wil hier toch in het bijzonder ook, en dat is wel nuttig na de voorbije weken en maanden, de krachtige rol van onze studenten in beklemtonen. Want heel veel van die initiatieven komen uit de studentengemeenschap. En het doet hier misschien niet direct ter zake, en toch weer heel erg wel. Wij staan er, denk ik, als universitaire gemeenschap niet altijd even goed bij stil. Dat het die interesses, die verlangens, die verwachtingen van onze studenten zijn, die ons inderdaad jong houden, die ons voortdurend vervellen, maken tot wat we zijn en de motor zijn van onze werking. En laat ons al dat enthousiasme gebruiken, maximaal benutten.
U ziet, er is al erg veel, maar ik denk dan altijd aan die plus et en vous, of maak er plus et en nous, van we kunnen beter, we kunnen meer. Zou het niet mooi zijn, en u ziet dat hier in een hooggegrepen ambitie, zou het niet mooi zijn mochten we niet enkel de nu al intrinsiek gemotiveerde studenten aanspreken, de studenten die hun weg vinden, maar geleidelijk aan alle studenten. Zou dat nu niet prachtig bij de inborst van deze universiteit passen? Wat als we meer van onze medewerkers, professoren, studenten, docenten, excuus, onderzoekers, die vaak in hun kernopdracht veel engagement tonen, kunnen meenemen in deze beweging? En wat als we meer interne en externe partners hier rond kunnen verzamelen? En meer faculteiten en opleidingen, daar waar het nog niet bestaat, kunnen inspireren rond service learning? En misschien komt dan ooit de realisatie van dit doel. Elke student in de loop van haar of zijn academische studie een betekenis en maatschappelijke ervaring geven. Dat is hooggegrepen, maar ook de kern van plus et en vous. Nooit een einde. Als we dit willen realiseren, hebben we een structuur nodig, hebben we een coördinatie nodig, hebben we een platform nodig, niet om nu van bovenuit op te leggen wat van onderuit altijd al gegroeid is. Dat zou niet goed zijn. Maar wel om datgene wat van onderuit groeit nog beter te laten bloeien. En dat is voor mij de kern van wat ons nu als opdracht rest met KU Leuven Engage. Dat is waar veel om draait. En we zijn goed begonnen. We hebben een wetenschappelijke coördinator, die heeft hem gezien in het filmpje, professor Standaard. We hebben een coördinatieteam, een stuurgroep, we hebben een overlegplatform, interne en externe partners en steeds meer. En we hebben zelfs een budget dat enige ambitie durft verraden. Wat rest ons nog als opdracht? Dat is KU Leuven Engage echt uitbouwen als een netwerkstructuur die verbinding zoekt tussen al die initiatieven die we nu al hebben en verbondenheid creëert met al die externe partners die zo belangrijk zijn om projecten, om ons te voeden met projecten voor studentvrijwilligers. En KU Leuven Engage moet daarbij optreden als facilitator voor wat al goed loopt, maar ook als incubator voor nieuwe initiatieven. En laat ons dan maar in één beweging ook de portaalfunctie centraal stellen, want als we meer studenten en meer medewerkers willen aanspreken, moeten zij hun weg vinden. De website is live vandaag, het portaal is in wording. En laat ons dat portaal ook gebruiken om de band te zoeken met die externe partners in dat patroon van wederkerigheid waar Nicolas Standaard in het filmpje zo terecht op verwees. En dan vraagt u zich misschien af, tot wat kan dit leiden op de wat langere termijn? Wel, ik vergeet nu eigenlijk nog het belangrijkste, dat is de opdrachtverklaring, maar u ziet nu ook waarom ik die vergeet, die is erg lang. En ik ga die u hier niet voorlezen, maar ze is wel belangrijk. En ze zal ook terug te vinden zijn op de website van KU Leuven Engage. En vat eigenlijk veel van de woorden die ik u nu intussen meegegeven heb samen. Het gaat over verantwoordelijkheid voor, samen met en vanuit personen en groepen in kwetsbare situaties. Het model van partnerschap staat erg centraal. We focussen op die kwetsbaren en we schrijven in de visie op onderwijs en leren. Waar kan het toe leiden? Wel, één voorbeeld dat ik zelf inspirerend vind, maar is een voorbeeld uit vele projecten, soortgelijke initiatieven die je aan andere universiteiten terugvindt, is het voorbeeld van Brown University, Providence, Rhode Island, een van de Ivy League spelers u wel bekend, waar in 1986 al de toenmalige president Swerer aan de basis stond van wat vandaag bekend is als het Swerer Center van Brown University, de Swerer Center for Public Service. En ik haal het voorbeeld aan omdat ik de inspiratie van de man zo belangrijk vind. Hij zag eigenlijk in ervaringsleren, experiential learning, een heel mooie manier om aan persoonsvorming te doen, de bildingskant van de opleiding. Maar ook om de brug te maken met maatschappelijk engagement en meer studenten in te schakelen in noden, zo vormen van sociale innovatie, projecten in de directe omgeving en daarbuiten. En als ik het zo net had over die ambitie om alle studenten doorheen het traject ergens wel eens mee te nemen, wel weet dat Brown University momenteel in dat Swerer Center werkt met 1200 van de 10.000 studenten van Brown University. Dat is wel wat, 1200. En dan hoor ik u denken, ja maar Brown University, dat is de Ivy League.
Wel, wij zijn KU Leuven. Laten we ons ook maar proberen. En ik sluit graag af, dames en heren, met wat ik zo net al aanhaalde, de link met de onderwijsvisie. Want we gaan hier naar de kern van ons onderwijs. En ik was heel blij met de speech van de studenten zo net, want eigenlijk hebben zij op een andere manier verwoord wat ik hier nu probeer te verduidelijken. Dit gaat inderdaad over sociale innovatie en impact in en voor de maatschappij. Maar die creëren we al, daar twijfelt niemand aan. Dit gaat voor mij in essentie over nog iets misschien belangrijker. En dat is onze stap naar een brede vorming van al onze studenten tot kritische en verantwoordelijke wereldburgers rond centrale waarden zoals diversiteit, duurzaamheid en solidariteit. En laat me dan nog kort iets zeggen over die twee belangrijke assen van onze onderwijsvisie. Er is natuurlijk de derde, die niemand betwijfelt, ons onderwijs is onderzoeksgebaseerd. Maar daarnaast heb je de persoonsvorming en de maatschappijoriëntatie. In de persoonsvorming leggen we heel sterk de klemtoon op bildung. De vorming als persoon. En dat gaat over intellectuele openheid en waarden en cultuur en zingeving. En maatschappelijk engagement en die open blik op de samenleving. Hier en buiten België, Europa, in de wereld. Maar dat gaat ook over de beroepskant. Want doorheen deze projecten wordt natuurlijk ook heel hard gewerkt aan dimensies van leiderschap, professionele vaardigheden, ondernemingszin. Bildung en beroep, ze komen allebei samen. En zou het nu niet net mooi bij deze universiteit passen dat we doorheen maatschappelijk engagement studenten voorbereiden op werk, burgerschap en leven. En die maatschappijoriëntatie naast die persoonsvorming vind ik eigenlijk minstens zo belangrijk. Ik zeg het vaak in speeches op proclamaties en gezien ik alle proclamaties gemist heb, maak ik nu misbruik van deze situatie. En ik geef daar iets aan wat ik vele decanen ook wel hoor beklemtonen in hun woordjes op proclamaties. En dat is denk cruciaal voor mij. Namelijk het besef bijbrengen bij onze studenten dat ze hier inderdaad streven naar een diploma van KU Leuven, dat ze met dat diploma een gigantisch privilege in handen krijgen. Waar ze zelf hard voor gewerkt hebben, dus ze kunnen zich dat privilege toe-eigenen, geen probleem. Maar graag altijd in het volle besef dat er heel wat potentiële studenten zijn die nooit student worden, dat voorrecht niet hebben. Wat minder geluk in het leven, wat minder financiële basis. Niet dat gezin dat die ruggensteun geeft. En andere redenen die spelen. En dat is voor mij eigenlijk de kern van KU Leuven Engage en waar we moeten landen. Waar we echt naartoe moeten. Dat is leren om zo'n privilege niet alleen te gebruiken voor de eigen positie en de verbetering ervan. Maar ook voor diegenen die dat zuidenvoorrecht niet rechtstreeks genieten. En dan sluit ik graag af met de samenvatting van wat ik u hier probeer mee te geven. Laat ons met z'n allen hier aanwezig, in deze universiteit en daarbuiten als ik verwijs naar de partners, die derde dimensie van onze universitaire opdracht nog centraler stellen en ten volle kansen geven. Laat ons op die manier als toekomstgerichte universiteit echt maatschappelijke impact realiseren, met de opdrachtverklaring als kompas, en met KU Leuven Engage als een facilitator en een incubator. En ook zo geven wij invulling aan wat de universiteit tot universiteit maakt. De plaats waar engagement zich vertaalt in gerichte actie van een universitaire gemeenschap die daarin al haar geledingen aan meewerkt. Ik dank u. Dat was een geëngageerd applaus. Mijn dank daarvoor. U denkt nu wellicht, nu rest hem nog één opdracht.
Er resten er mij eigenlijk nog twee, maar de eerste kan ik bezwaarlijk een opdracht noemen. Dames en heren, wij krijgen binnenkort eind oktober, begin november een nieuwe algemeen beheerder, professor Wim de Smet, hier ook aanwezig. En ik denk dat Wim weet dat hij in erg grote schoenen stapt. En ik vind dat dit de perfecte gelegenheid is om de man die nu nog in die schoenen staat, onze huidige algemene beheerder, hij is er nog voor alle duidelijkheid, professor Koen de Bakkere, te danken voor al wat hij gerealiseerd heeft. En Koen, ik zal op een andere gelegenheid, op het moment dat de mensen die je er zelf echt graag bij wil hebben, de lof nog wel eens herhalen. Maar eigenlijk zijn woorden niet overbodig. Ik denk dat iedereen in de zaal hier aanwezig weet wat we te danken hebben aan Koen. Ik had het zo net over de bijdrage van deze universiteit bij het begin van mijn speech over impact, over KU Leuven Engage. Ik stel mij heel vaak de vraag, en ik weet dat je niet te veel mag ophangen aan de verdiensten van één man, maar ik stel mij echt oprecht heel vaak de vraag, zou die impact vandaag dezelfde zijn zonder het traject dat Koen met de universiteit gelopen is en de universiteit met hem gelopen is? En zo net tijdens het spreken, bij het uitspreken van dat zinnetje plus et en vous, en plus et en nous, ik weet niet of ik in mijn academische loopbaan iemand anders die uitspraak zo vaak horen doen, heb zien schrijven, heb in mails die, zoals u weet, altijd binnen de 10 seconden in uw mailbox, binnen de 10 seconden na de vraag, komt het antwoord doorgaans. Hoe hij het doet, ik weet het niet. Ik zou hier heel lang kunnen over spreken. Ik weet dat Koen me dat niet in dank zou afnemen, de bescheidenheid hem eigen. Maar ik vind wel dat dit de ideale gelegenheid is om niet zomaar een applaus, maar een staande ovatie te geven. Als ik u allemaal mag geruststellen, Koen antwoordt altijd als ik het heb over zijn afscheid met jammer, ik ben nog niet weg. En hij is nog niet weg, want hij blijft natuurlijk verbonden aan deze universiteit. En dan rest mij die opdracht nog. En ik ga die opdracht hier niet alleen opnemen. Ik zal de aanzet geven en de rest vervolgt op video. Maar laat mij althans alvast hier het academiejaar 2020... 2021, een bijzonder academiejaar en wellicht een wat complexer academiejaar, officieel voor geopend verklaren. I now declare that the academic year officially opened. Niniejszym ogłaszam oficjalne otwarcie roku akademickiego. Przepraszamy, by NSN Akademia też dzieje się. At ngayon, idinideklara ko na ang taong panuroan ay magsimula na. KU Leuven میں تعلیمی سال کا باقاعدہ آغاز ہوا جاتا ہے. خوش آمدید. شروع سال فاکولت را آغاز میکنم و حالا آغاز سال تحصیلی جدید رو اعلام میکنم. Akademik yılın resmi olarak açıldığını ilan ederim.